Oh mijn god, dit is niet normaal. Kijk even hoeveel lekker eten hier staat. Ik zou je zeggen, ik drink dus nooit alcohol. Of nou ja, echt zeer zelden. En opeens voel ik het. Cheers op ons 5-jarige jubileum. Chin chin. Nou, we gaan best wel wat passen. Hey, cut him off, bitch. Fuck him off, bitch. Hey, cut him off, bitch. Wat is jouw grootste fokkel? Oh, mijn grootste fout. Oh, dat ziet er helemaal niet zo bijzonder uit of zo. Maar als je het aan hebt, het is echt niet normaal. Alles wat je erover hoort is waar. Good morning, bitches! En welkom bij een nieuwe vlog. Het is eigenlijk geen morgen meer, want het is 1 uur. Maar ik had het vanmorgen echt heel erg druk. Want ik moest om 1 uur klaarstaan. Het is nu 12:58. Dus ik ben heel snel naar de gym gegaan. Heb ik even een leg day gegooid. Snel gedoucht, omgekleed, al mijn spullen ingepakt. Dit is nog een jas van Matt trouwens die ik terug moet brengen bij de Zara. Want er zit één naad niet goed gestikt, dus dat is een beetje jammer. Dus die moet even... geruild, zeg maar. Hij wil gewoon precies dezelfde weer terug, alleen dan een goeie. Ik heb dus een hele leuke dag voor de boeg. Eigenlijk een heel leuk weekend. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Ik ga zo meteen namelijk naar Amsterdam. Heb ik een heel leuke afspraak bij SoPR met Mandy. En daarna ga ik naar Esmee toe. En vanavond gaan we lekker uit eten en cocktails drinken voor ons 5-jarig jubileum alweer. Dus dat is echt al best wel lang. Maar god, de tijd vliegt. En wat we allemaal hebben meegemaakt... Goed, dat is een heel ander verhaal. Ik zal in ieder geval even mijn outfit laten zien. Want Matt staat hier elk moment om mij naar het station te brengen. Want die heeft dus pauze om 1 uur tot 1:30. Dus super cute. Hij gaat in zijn pauze... Oh, ik ben eventjes donker. Maar hij gaat dus in zijn pauze mij naar Campus Zuid brengen. Omdat anders mijn fiets daar nog staat en we morgen wel weer samen terugkomen hier naartoe. Misschien dan ook wel handig om te vertellen wat ik morgen ga doen. Matt gaat morgen optreden. Oh my god. En ik slaap dus vanavond in Amsterdam bij Esmee. En dan gaan Esmee en ik samen morgen naar het optreden van Matt toe. En ja, heel erg excited. Dat is in Gouda of Reewijk of zoiets. Ik weet niet hoe je het zegt, maar zoiets. Maar echt heel erg leuk. Hij heeft gisteren nog 1 nummer afgemaakt. Die is ook echt heel erg cool geworden. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga natuurlijk vloggen. Ik zal even mijn outfitje laten zien. En dit is de outfit. Ik ga mijn make-up even in de trein doen. Mijn blazer is van Fila. En mijn top en broek zijn beide van Calvin Klein via Omoda. Mijn schoenen zijn van Nike. Ik weet niet of je ze ziet. Ja, zo. En mijn tas is van Lofies. Enige nadeel van deze tas is dat hij niet crossbody kan. Want dit hengsel is veel te kort. En die kan dus ook niet langer. Dus dat is best wel kut. Maar goed. Hè? We go, we go. We just go. Oké, een half uurtje later, dan gepland, ben ik in Amsterdam. Ik hoop dat hij scherp stelt, maar het lijkt niet zo. Mijn handen vriezen er vanaf trouwens. Ik was in een verkeerde trein gaan zitten. Echt stom. Maar er stonden 2 treinen naast elkaar die allebei naar Den Haag gingen. En ook allebei stopten in Almere. Dus toen was ik per ongeluk in de Sprinter gaan zitten in plaats van Intercity. Dus ik was een half uurtje later. Maar goed. Nu lekker onderweg naar SoPR. Ik ben alsnog op tijd gelukkig, want ik had een uur speling. Kijk even hoe groot het hier is. Ik had dat dus echt helemaal niet verwacht. Zoveel kleding en alles. En... hier staan allemaal spulletjes voor je haar. Hier heb je mermaid hair, ook echt amazing. Alles is echt super mooi met roze. Echt geweldig. Collister, echt van alles wat hier. Echt super leuk. Oké, je zal wel denken, hoe zit ze nou ineens in een restaurant? Nou, we moesten snel door. Maar ik ben echt mega gespoild bij SoPR. Kijk dit. Nou, ik vind het echt niet normaal. Ik heb gewoon een mermaid hair föhnborstel gekregen. En föhn in 1. Het heeft zeg maar 3 verschillende opzetstukken. Maar het is echt een tasje van Björn Axen of zo. Er is allemaal haarproducten in. Maar goed, ik kan dit beter thuis laten zien. Want in een restaurant is het niet zo handy. We zitten dus inmiddels bij Vegetalian. En dit is dus een restaurant waar alles vegetarisch is. En Italiaans. Nou, beste combi. En kijk hoe cute de menukaartjes er ook uitzien. Helemaal leuk. En ik ben hier met mijn date. She's called Essie. Yay! We moeten nog even cheers, Es. Ik heb een lekkere gin tonic. We beginnen gelijk goed. Heerlijk. Gaat dit lukken?
Chin-chin. Ja. Hij zei ook echt, ik hoop dat je van een flinke borrel houdt. Nou, dat belooft veel goed. Nou, ze hebben hier een lekker menu. Ik word helemaal gek. Ze hebben hier geroosterde bloemkool. Die roasted cauliflower. En dan hebben ze burrata en geroosterde asperge. Dan hebben ze hieronder nog ricotta gnocchi. En ze hebben ook nog eggplant ravioli. Nou, ik leef ervoor. Het water loopt me in mijn mond, man. Niet normaal. Hier hebben ze ook nog allemaal lekkere dingetjes. Oh, lekkere desserts ook. Ik zit in mijn eigen licht, zo. Heerlijk. Oh mijn god, dit is niet normaal. Kijk even hoeveel lekker eten hier staat. We hebben hier een pizza. Dit zou een kleine pizza moeten zijn, maar het is best wel groot. Dan hebben we hier gnocchi volgens mij. Hier hebben we burrata met asperge. Ravioli gevuld met aubergine. Geroosterde bloemkool en nog pizza met truffel. En dit is een pizza met volgens mij ui, kaas en olijven. En knoflook. Maar het ziet er echt niet normaal lekker uit. Oh mijn god. Eet smakelijk, skattie. Nou, dit is me een partij lekker. Even serieus. Wat voor cijfer geef je dit eten? Ik geef het echt wel een 9. Wow. Ja. Ik ook. Oké, ik heb alvast even voorgeproefd. Essie ook aan deze kant. Maar het is heel erg lekker. Dit is de red fruit cheesecake. Met een beetje ijs erbij. En Asme heeft een tiramisu. En die valt heel erg in de smaak, hè. Ik zou je zeggen, ik drink dus nooit alcohol. Of nou ja, echt zeer zelden. En opeens voel ik het. Nu al. Ik heb 1 drankje gehad en 1,5. Nou, dat kan echt. Ja, het zijn ook wel flinke kommen. Moet ik wel erbij zeggen. Wish me luck. We gaan hierna namelijk nog naar een hele leuke cocktailbar. Ja. Ik ben benieuwd hoe het afloopt vanavond. De meiden zijn lekker uit, hè? Wat zijn ze uit? Nou, we staan op het punt om weg te gaan, maar ik word hier weer aangesmeerd met de limoncello. Cheers. Chin-chin! Dankjewel. Dankjewel. Het valt me dus op dat ik door die kraan ook mijn hele make-up hier gewoon fucked up is. Zie je dat verschil? Maar goed, anyways, we zijn dus inmiddels gaan zitten bij Madre. Het heet dus Madre en ik zal het zo meteen even goed laten zien hoe het eruit ziet. Maar we hebben nu een frozen señorita. Oh! Oké, het een en ander is daar even gevallen, maar dat negeren we heel even. We hebben dus een soort van frozen pornstar martini met passievrucht en mango. En we gaan even cheers op ons 5-jarige jubileum. Chin chin! De slok ging helemaal verkeerd. Er zit zeg maar zout op de rand van het glas en dat ging helemaal, het smaakt heel apart. Zout en zuur tegelijk en ook zoet. Het zout is niet nodig. Nee, dat zout vind ik helemaal niks. We gaan het eraf halen. Oh mijn god, nee. Ik film 1 seconde niet en Esme flikkert het hele ding over haar hand, hé. Kutzooi. Aan deze kant van dit gebouw valt gewoon alles volgens mij. Ik ga het er ook vanaf halen. Kijk ons schoonmaken. Oké, wat er dus zo net viel, is van die soort van trolley. En daar maakt ze dus volgens mij gewoon de guacamole. Dat ziet er toch leuk uit? Oké, ik heb even gevraagd of ik mag filmen. En dit is dus echt leuk. Deze trolley rijdt hier dus langs. En die maakt onze guac. Hoe leuk. Echt heel leuk. Het ruikt super lekker. We hebben hier geroosterde bloemkool. Een soort van bloemkool wings. Met iets van witte chocola. En ze zei nog iets, maar ik vond het niet goed. Oké, is hij goedgekeurd? Ja? Oké, ik ga proeven. Het was het wachten waard. Het is wel lekker. Ja, goedgekeurd. Ze hebben veel knoflook. Ja. Oké, kijk even hoe mooi het eruit ziet. We gaan er net vandoor, maar ik wil dit nog heel even laten zien. Echt heel erg cute en cozy. Nou jongens en meiden, het is 11:35 en deze oude wijfjes zijn er al helemaal klaar mee. We zijn moe, onze rug doet pijn. Wat zei je nou, je knieën? Je knieën nee, doen zeer. Niet. Ja, nu opeens niet, hè? Nou, we zijn moe, we gaan lekker slapen en naar boven. En dan zien we jullie morgen weer. Morgen gaan we misschien een piercing zetten. Oh my god. Maar waar? Ik hou jullie op de hoogte. Slaap lekker.
Good morning, zonder zorgen. En er wordt goed voor me gezorgd. Es, wil jij heel even de ding laten... Zo. Ja, kijk nou heel even. Dit is echt niet normaal, hè? Een smoothie bowl heeft ze gemaakt. Honing. Dit erbij. Een klein beetje misschien. Doe jij dat? Ik wil hetzelfde als jij. Het ziet er lekker uit. Wat zit hier allemaal in? Banaan, acai, kwark, ja. Chiazaad, pompoenpit, pekannoten, frambozen en honing. Lekker hoor. Ik er zo bij. Noortje ook in de house. We zijn allemaal net wakker. En we gaan allemaal sporten. Hoe gezellig. Nou, niet met z'n allen, maar wel. Waar ga jij eigenlijk trainen? Ik ga Holy Raya. Oh ja, dat is niet ik bij de basics. Es en ik hebben dus een weddenschap. Wat inhoudt wie het eerste 3 pull-ups kan, wordt getrakteerd door de ander op een lunch naar keuze. En Es kan er al 1. En ik nog niet. Dus er is werk aan de winkel. Zometeen gaan we even oefenen. Of nou ja, vooral ik moet oefenen. Es kan hem gewoon al gooien. En dan is die pull-up game strong, hè Es? Mm-hmm. Maar er moet nog 2. Maar het gaat wel echt heel erg de goede kant op. Dus ja, we gaan even lekker breakfast. Oké, we zijn inmiddels in de gym. Ik heb zo net 10 push-ups op mijn knieën gedaan. En ik dacht dat ik het niet kon. En daarna ging het niet meer goed. Maar kijk Es. 2, 3, 4, 5, 6, kom op. 7, het gaat echt goed. 8, 9, nog 1 keer. Ja, goed zo. Echt knap hoor. We gaan tellen, 10e, ja? 10? Of niet? Ik ben blij met 5. Oké. 1. 2. Goed zo. Je kan er nog makkelijk 3. Zie je mijn tril aan? Nog eentje. Goed zo. Nou, 10 minuten verder. We hebben eindelijk een setup voor de pull-up. Ja, het glibbert heel erg, hè? Het glijdt. Dat had ik net ook. Oh. Oh my god, zo goed. Ja, maar je deed wel. Pull-up game is strong. Lekker. We are back home. En het ging goed, hè? Mm-hmm. Echt goed gesport. Wel echt zeer... Kijk, ik weet niet of je het ziet. Eww, ja, je ziet het. Maar goed, Es kan gewoon 4 keer een pull-up. Los van elkaar, zeg maar. Dus ze komt echt in de buurt. En we hebben hier nu lekker even lunchie. Broodjes met kaas. Op de ene zit dan ook nog pesto. Scrambled egg en avocado. Lekker. En? Hoe noemde je dit nou? Dit was... Clearway. Clearway. Oh, nou, niet stuk. Oké, okay, de meiden zijn nu ready to go. Even een outfit check. Deze top is van Lovies en hij heeft een open rug. Deze broek is van de Bershka. Mijn schoenen van Nike en deze tas is ook van Lovies. En there we go. We zijn een uur te laat, later dan gepland, maar het komt allemaal goed. We willen naar de Zara, de Urban Outfitters. Wat was het ook weer nog meer? Bijenkorf. Oh ja, de Bijenkorf. En eigenlijk moet ik even een nieuwe koffer bij de Action, maar ik denk niet dat dat hem gaat worden vandaag. Maar goed, we go. Ik hoop dat je me verstaat. We staan inmiddels in de rij bij Skims en het is echt een kapot lange rij. Eerlijk, het is echt niet normaal. Maar ze hebben volgens mij wel heel veel voorraad, dus we hopen maar dat we niet voor niks in de rij staan. Dat zou helemaal goed zijn. Maar kijk dit. Dit is dus de rij en die gaat nog helemaal door tot daarachter en dan zo. Maar goed, hebben we er zin in? Ja. Waar ga je allemaal voor kijken? Een shirt, denk ik. T-shirt of met lange mouwen? Korte mouwen. Ja, oké. Okay. Dat is stap 1 en dan de rest kijk je later wel. Ja, snap ik. Het ziet er echt mooi uit hoor. Nou, we gaan best wel wat passen. Wat heb jij daar allemaal? Shirtjes, bodies. De muziek staat fucking hard trouwens. Maar het spijt me om te zeggen, maar die shirts voelen best wel normaal. Gewoon als katoen aan. Wacht, ik zal straks even beter vertellen. Very aesthetic dinner in de trein met Esje. Hij stelt even niet scherp. Dat is echt zo kapot druk, niet normaal. Dus ik ga dit even snel opeten, spreken jullie zo. Oké, okay, het licht is niet al te best hier. Maar we zijn helemaal bepakt en beladen. In de trein gegaan.
naar Gouda. Nu wachten we op Tim. En toen zagen we een Domino's en nu zijn we even bij die Domino's gaan zitten wachten op brood met kaas of zoiets. Een soort van garlic bread, maar dan zonder garlic. Nee, het is garlic. Zonder cheese. Oh ja? Ja. We hebben nog helemaal niet kunnen vertellen wat we bij de Skims hebben gekocht. Want we moesten dus echt super, super snel. Maar Es en ik hebben dus allebei zo'n shirtje. Oh, nou, ik laat het thuis wel even zien ooit. En Es heeft nog een hele mooie body gehaald. Of heb ik dat nou wel al verteld? Het was daar zo druk. We zijn daar dus echt iets van een half uur in de rij gaan staan. En toen voor de paskamers denk ik nog een keer 20 minuten of zo. Dus al met al duurde het echt veel langer dan we dachten. En we hadden eigenlijk ook nog graag even bij de sunglasses het willen kijken. Voor SA even zonnebrillen te checken. Alleen, ja, dat kon niet meer. We moesten echt opeens weg. We konden dus ook niet meer eten halen of koken of iets. Dus we hadden bij de Albert Heijn even zo'n kant-en-klare pasta gehaald. En toen hadden we zo net een dinnerdate in de trein met onze pastaatjes. En nou, nu dus nog even zo'n garlic brood dingetje. En we are very excited voor vanavond, want Matt gaat optreden en we kunnen niet wachten. Ik ben heel benieuwd om zijn nieuwe nummers te zien optreden vooral. Want dit is een beetje zo'n nieuwe sound en ik vind het heel leuk, want zijn moeder en allemaal andere familie en vrienden en zo, die komen ook. Dus dat is natuurlijk ook wel extra speciaal. Normaal gesproken komen er niet heel veel mensen, want het is altijd best wel ver weg. Het is nu ook weer heel ver weg. Nou, we zitten dus in Reeuwijk of zoiets. Dus dat is echt, nou, hoe ver is het vanaf huis? Ik denk wel 1,5 uur of zo. Nou valt dat voor ons nog op zich mee. Maar stel je moet vanaf Leeuwarden of Groningen, waar ook vrienden van ons wonen, dan is dat gewoon 3 uur. Dus dat is eigenlijk niet te doen voor 15 minuten. En dat is heel vaak het geval. Dus het is wel heel bijzonder dat het nu eigenlijk volle bak is. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ja, we gaan het zien. We zijn er! 99 in de club! Jesper is er ook. En kijk, het ziet er zo uit. Best wel hoog podium. En wij zijn de eerste die binnen zijn. Dit is het podium. Dit is de zaal. Morgen gaat breken vanavond. Die kinderen fuck shit op. Geef het op voor mij niet. Nee! Feestje van bouwen, man, vanavond. Hands up, die handen die gaan omhoog. JDJ, let's go! Eerste potboom! Deze shit heb ik letterlijk eergisteren afgemaakt. Zelf alles geproduceerd, de beat, alles erop en eraan. En het gaat gewoon over de verkeerde mensen, man, die je gewoon met je leven moet laten. Gewoon cut and ties, man. Gewoon jezelf blijven, je eigen fucking ding doen. Let's go! Handen omhoog! Told me no, but I'm gonna do this shit regardless. I lost too many friends, that's why you might think that I'm heartless. Now I'm back in my. Hey, cut him up, bitch! And fuck him up, bitch! Hey, cut him up, bitch! And fuck him up, bitch! Cut him up, bitch! And fuck him up, bitch! Hey, I cut him up, bitch! And fuck him up, bitch! Hey, cut him up, bitch. And fuck him up, bitch. I'm taking that, and you better take notes. Don't think of this man. It's a real S9, and it's not the end. But I ain't fucking sorry, man. Ooh. I'm loving the way that I do, and I'm loving the way that I move. I will never feel sorry for you. Ooh, bitch, hop in the crew, let me switch it up, motherfucker. I won't stop, motherfucker. Sweep your ass under the motherfucking rug, motherfucker. Not no thug, motherfucker. That's on God, motherfucker. But if you test, I swear I'll make it pop, motherfucker. Ooh, I'm even playing. I got boys in the field like a brain. When my pockets are full like a sweaty, I switch in my sound and they say it's amazing. Ooh. Okay, Lasse, let's go. Kawasaki in deze pokkel, man. Kawasaki. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar de mensen die het weten, die gaan hard. Hey, hey, hey. I'll be in my green O'Reilly, yeah. Do this shit without no Molly. Ooh, shorty in the back, burn back at the dash. You can lick it like Molly, yeah. Shorty, your booty like peaches, yeah. I cannot fuck with no leeches, yeah. I leave a motherfucker speechless. Doing my thing, I can teach it. I get a teacher, nobody, yeah. Waxing my beast like Miyagi, ooh. Hop in the car and it's Ferrari, be driving that shit like the shit of Ferrari, ooh. I'm with the baddest of baddies, yeah. Shorty, the baddest of body, ooh. I do this shit with the ice, shit riding the dick like a tower. I'm in the gas, going too fast. You cannot catch me even if you ask.
nevertheless, we on my scratch, yeah. I just be stacking cash, run 100 bands in a duffel bag. That's a heart attack to your haters. Keep it running like a skater. Gotta go, see you later. But I'm ghosting your haters, then I'm roasting your flavors. Give a toast, I'm a tippy toast. Just to make sure you motherfuckers see that I made it. Hey, never catch me lacking, even if I'm breaking. You can be with all the sentimental shit that I be talking about. Like I would have if you will never understand it. Turn the trick and I'm out of your shit, nobody. Waxing my beast, let me out. Ooh, I'm in the car and I swerve. Be rubbing the shit like a shit in Ferrari. Wait, I'm with the baddest of baddest. Yeah, shorty the baddest of body. Yeah, I do this shit with the eyes. You're riding the thing like a shit. Ooh, 100,000 under pedal chain, our niggas heavy metal. This a duo, bitch, it's not a battle. Venice, bitch, already settled. Attention, when that booty bitch, you fucking rebel. All your jealousy is detrimental. Y'all can be like me, not on my fucking level. Whatever you say, boy, they tell me you're implanting a shit on Mars. You're great, you're way too fucking lazy. You're sleeping on my shit, so whatever you hesitate. I'm gonna break a ball, so that they go super saiyan. Super work on the ground, my bitch is fucking. I want to know what you want, you should be coming with your twist. So what's up, you're just a motherfucking fight. So get me fucking with that. I'm a green old brawly, yeah. Finish it without no molly. Ooh, shorty in the back door, back at the dance. You can lick it like lolly, yeah. Shorty and booty like peaches, yeah. I get the fucking leeches, man. I leave a motherfucker speechless, yeah. Doing my thing, I can teach it, run. I cannot teach you nobody, huh. Waxing my bitch like Miyagi, ooh. Hop in the car and I swear every driver that shit like that shit a Ferrari. I'm with the baddest of baddies, yeah. Shorty the baddest of body, ooh. I do this shit with the oddies. You're riding the dick like a Tego Wasaki, yeah. Ik laat mijn schatje 1 seconde alleen. Hé, gek interview hier. Hoe gaat het interview? Jullie worden ook geïnterviewd nu bij mijn interview, hè? We staan hier met de cameravrouw. De vlogger. De vlogger. En wat voor vlogger ben jij? Lifestyle vlogger eigenlijk, gewoon dagelijks. Lifestyle, wat voor lifestyle heb jij? Ja, dan moet je me kijken, hè. Ja, maar waar dan? Wat is jouw grootste fokop? En eerlijk zijn. Wacht, wat bedoel je ermee? Fokop. Definitie van fokop. Fout? Fout. Zo, mijn grootste fout. Ik kom altijd te laat, dat is wel een foutje misschien. Ook vandaag? Nee, vandaag waren we echt op tijd. Echt op tijd. We waren zelfs te vroeg hier. Nou jongens, van jullie vlog. Wat is jouw fokop dan? Mijn fokop? Nou, dit interview. Ja, dat snap ik wel. Vlogger, dat je hier in de kou staat. Ja, wat doe ik hier? And we're back home. Oh mijn god, het is 1:30. Ik heb geslapen in de auto. Jesper en Matt lekker voorin muziek pompen. En toen op het einde gingen we nog eventjes zingen en rappen. Ja, op oude gouden ouwe. Dat was wel grappig. Cool, Nolly. Maar ging goed, hè, optreden. Ja. Dat was leuk. Dat kijk, onze hoofden lekker tegen elkaar aangeplakt. Yay! Lit. Ja, nee, was heel leuk. Je hebt echt goed gedaan. Je hebt ook goed echt een performance gedaan, zodat je zo laag ging en zo het publiek helemaal. Zo, ik heb gewoon keelpijn van al het aanmoedigen. Ik had ook keelpijn na mijn optreden en na met iedereen praten en zo schreeuwen. In de zaal met harde muziek. Maar was harde vibe. Shoutout naar Cheers, shoutout naar Hands Up, shoutout naar Rolf, shoutout naar Shadek, shoutout naar elke motherfucker die er vanavond was. Shoutout naar iedereen. Dat was heel hard. Ja, dat was echt leuk. Oh my god, oké. We gaan richting bed. Oh, ik wou eigenlijk nog al die dingen unboxen van het afgelopen weekend, maar ik ben echt fucking moe. Het enige wat ik jullie nog even wil laten zien is mijn nieuwe Skims shirt. En de rest doe ik denk ik of even later of op TikTok. Zit dus in een mooi tasje van de Bijenkorf. En oh ja, we kregen ook een stroopwafel trouwens. Fucking huge. Maar echt lekker, ik hou ervan. En daar staat ook het logo op, Skims. En dan is dit het shirt. En ik wilde dus eigenlijk heel graag de zwarte, maar die hadden ze niet. Maar deze denk ik ook wel heel erg leuk. Deze. Zo grijs, een beetje gemêleerde stof. En ik zweer het, als je dit zo ziet, en dat, tenminste ik dacht echt niet van, oh, dat ziet er helemaal niet zo bijzonder uit of zo. Maar als je het aan hebt, het is echt niet normaal. Alles wat je erover hoort is waar. Het is echt, het zit echt heel erg lekker. Dit is een maatje S en deze kostte €64.
En ja, I'm very happy with it. En nu gaan we slapen als een malle. Ik heb nog wel honger, dus nog even snel maiswafels met avocado en cottage cheese. Ligt hier al klaar, avocado. En de cottage cheese, ik moet ze alleen nog even maken. Maar oh my god, ik ben zo moe. Ik kan niet meer praten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze mega lange, superleuke vlog. Als je hem leuk vond, doe je duimpje omhoog. Ga ook even naar Matt zijn Spotify om zijn muziek te checken, hè, schatje? Ja, let's go. Er komt harde shit aan. Check en sowieso nu mijn shit, maar er komt nog hardere shit ook aan. Ook abonneren dus op Matt gewoon... zijn Spotify, dat zou ja, je moet zijn. Het nu al volgen, want je wil die shit niet missen. Nee. Je wil niet te laat op die wave zijn, want geloof maar, die wave die gaat straks komen. En jij wil... Ja. Jij wil de eerste zijn die aan je matties vertelt van shit, besef deze guy. Ja. Jij wil de eerste zijn. Ik ben die eerste. Oké, slaap lekker. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende. Bye.